Zelfgemaakte en andere niet-medische mondkapjes kunnen wel degelijk helpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Blijkt uit een test die onze onderzoeksredactie heeft laten uitvoeren. Vanaf 1 juni moet je zo'n mondkapje dragen als je gebruik maakt van het openbaar vervoer. Maar hebben deze niet-medische mondkapjes wel zin? Daar is veel discussie over. Ja, uit de test blijkt dat zelfgemaakte exemplaren, maar ook maskers die te koop zijn bij winkelketens, verreweg de meeste virusdeeltjes tegenhouden. Vanaf 1 juni is het mondkapje in het openbaar vervoer verplicht. Niet primair ter bescherming van jezelf, maar vooral om ervoor te zorgen dat jij niet degene bent die een ander besmet. De Nederlandse overheid publiceerde dit patroon om thuis een mondkapje te maken. Veel mensen zijn daarmee aan de slag gegaan. Toch kiest dit naaiatelier voor het patroon van de Belgische overheid. Het grootste verschil tussen de Belgische en de Nederlandse mondkapjes is dat er in de Belgische mondkapjes een filter geplaatst kan worden. Bijvoorbeeld een stuk stofzuigerzak. Wij wilden weten hoeveel nut die zelfgemaakte maskers hebben. En we kochten maskers bij HEMA, Kruidvat en Ethos. Bij dit bedrijf kunnen ze mondkapjes testen. Dat doen ze nu op ons verzoek. Maar ze doen het al langer voor ziekenhuizen en zorginstellingen, als die willen weten of hun beschermingsmiddelen goed zijn. Wij meten hier de doorlaatbaarheid van een masker of van een stof of wat een ander medium. Dat doen we met een deeltjesteller en vervolgens trekken we daar de lucht doorheen en zo weten we wat de doorlaatbaarheid van een masker is. Het is belangrijk dat het mondkapje, als iemand niest, virusdeeltjes tegenhoudt die 3 micron, 3000ste millimeter groot zijn. Zelfs binnen de zorg, op de afdeling met COVID-patiënten, gebruiken wij nu vooral het chirurgisch masker wat gericht is op die 3 micron en groter. Het zelfgemaakte Nederlandse masker houdt ruim 96% van de 3 micron deeltjes tegen. Grotere deeltjes voor 97%. Het masker naar Belgisch patroon, met een stukje stofzuigerzak, houdt 100%, dus alle grote deeltjes tegen. Net als het masker van de Ethos en HEMA. Kruidvat scoort iets lager, maar ook ruim boven de 99%. En dus hebben de maskers zeker nut, zegt Vos. Ik denk dat voor de meeste mensen gewoon tweelaagse zelfgemaakte masker voldoende is, met of zonder de filter daarin. Het filtermateriaal zorgt voor mogelijk iets meer veiligheid voor jouzelf. Wel wijst Vos erop dat als mensen de maskers niet elke dag wassen of te lang aan één stuk gebruiken, ze hun effectiviteit kunnen verliezen. En op de redactie is verslaggever Koen de Recht. Ja, Koen, die mondkapjes moeten van de overheid, omdat 1,5 meter niet kan in het OV. De RIVM vindt dat niet nodig. Heeft dat dus ongelijk? Nou, wie er ongelijk heeft of gelijk, valt niet echt te zeggen. Kijk, het RIVM wil altijd heel graag alles 100% zeker weten voordat ze een advies uitgeven. En rond mondkapjes is dat wetenschappelijke definitieve antwoord er nog niet. Of ze nou helpen tegen de verspreiding van corona of niet. Sommige onderzoekers zeggen van wel, andere onderzoekers zeggen van niet. Nou, en zolang dat antwoord er niet is, zeggen het RIVM en ook het Outbreak Management Team, zolang mensen gewoon thuis blijven als ze ziekteklachten hebben, als ze 1,5 meter afstand houden, als ze naar buiten gaan en als ze goed hun handen wassen, dan heb je mondkapjes niet nodig. Oké, Koen, maar wat voegt dit onderzoek dan toe? Nou ja, het laat zien dat niet-medische mondkapjes en zelfs zelfgemaakte mondkapjes wel degelijk virusdeeltjes tegen kunnen houden. En dat wisten we nog niet, of althans nog niet zeker, want het ministerie had hiermee nog geen tests uitgevoerd. En het laat zien dat het wel degelijk heel goed mogelijk is dat mondkapjes een rol kunnen spelen bij het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus, ook al is dat nog niet wetenschappelijk bewezen. Maar zoals hoogleraar Vos tegen mij zei, bij mondkapjes is het beter iets dan niets. Koen, dankjewel.